hoe vroeg mijn buurman als hij jarig was elke keer een ieder die hij kende bij zich aan huis. Daar schoven vriend en vijand wat onwennig heen en weer en zaten lang voor tienen alweer thuis. Maar eenmaal op zo'n avond, geloof me het is waar, toen hosten ze heel eensgezind het huis haast in elkaar. Ze dansten boemse wezi als samba per abuis, ze zongen en we gaan nog in dat huis. Toen kwam een polonaise, dat werd een hele toer, ze zongen net we gaan in dat huis en gingen door de vloer. Zoals er in geen jaren daarboven was geweest. Ze zongen net en gingen door de vloer. Een oom zat de patience, het wou maar niet vandaag. Toen schoot opeens een tafel met kaarten naar omlaag. Hij riep naar onderwijzend, daar gaat maar uit de boer. De hele avond was hij niet thuis, nou gaat hij door de vloer. Hé, hoe laat het was een feest, zoals er in geen jaren daarboven was geweest. De buurman van beneden lag slapend in zijn bed. Toen kwam door zijn plafond heen de visite aangezet. Hij zei, ik vind het heel aardig, hoe kom je op het idee? Maar ga toch liever zonder mij door, ik doe vandaag niet mee. Hé, hé, hoe laat dat was een feest, zoals er in geen jaren daarboven was geweest. Hé, hé, hoe laat dat een rumoer, ze zongen net, we gaan in de huis en gingen door de vloer. Mijn buurman heeft die avond een heleboel geleerd. Komt nu een polonaise, weet hij het gaat verkeerd. Ze gaan nog niet naar huis toe, hij vindt het allemaal best. Maar gaat dan vast de trappen omlaag en wacht daar op de rest. Hé, hey, hey, hoe laat het was geweest, zoals er in geen jaren daarboven was geweest.